Hi, een hele goede avond. Zo, lekker kanariegeel even zo in je gezicht geschoven. Dit wordt een andere vlog dan normaal. Vlog takeover! Maar niet zomaar een vlog takeover. 3, 2... Jullie hebben gezien hoe ik 6 weken heb gezwerfd op straat. Gezworven? Gezwierfd? Wat is het? Gezwerfd. We willen meer weten over Sven. Dit is de vlog. Je gaat erachter komen dit hele weekend. Vrijdag, zaterdag en zondag gaat Sven vastleggen wat hij gaat doen. Grijp je kans. Morgen gaat hij wassen. Dat is sowieso al een top item. Ik geef het aan jou. Heel veel plezier ermee. Weet je hoe alles werkt? Nee. Hè? Nee, dat gaan we nog even uitleggen. Ja, goedemorgen allemaal. Ik ben net wakker. En hoe laat is het? 12:15. Dus ik heb alweer lekker veel te lang geslapen. Ik ga zo meteen even de was doen. Want dat moet ik echt doen. Ik moet trouwens echt leren om niet hier op het schermpje te kijken. Maar in de camera. Sorry als ik het niet doe. Maar ik ga het proberen. Dan hebben we ook nog een repetitie vandaag. Dan weer lekker een showtje knallen dus. Wassen. Lekkere wassen. Groen. Blauw. Zwart. Rood. Roze. Theedoek. Het kan allemaal uitgekend worden. Het is nu 2:30. Iets over 2:30. Dus ik ga nu lekker op mijn fietsje naar het theater. Ik ken Quincy natuurlijk allemaal. Wat vindt iedereen nou eigenlijk een beetje van Quincy? Want ja, het is toch eigenlijk wel een geval apart. If I talk about Quincy. Yeah. What is the first word that comes up in your mind? Sister. He's my sister. I love him so much. If I talk about Quincy. Uh-huh. What is the first word that comes up in your mind? Fail. Oh. Fail. If I say Quincy, what is the first word that comes up in your mind? Fabulous. Oh yes, we love it. What is the first word that comes in your mind? Doei! Als je zegt Quincy, wat is het eerste woord dat in je opkomt? Oh, het was eigenlijk een beweging. Een beweging? Dit. Maar dat is hier helemaal niet vaak. Lang. Lang. Nou, je bent lief. Lang. Lief. En lief. So, if I say Quincy, yeah. What is the first word that comes up in your mind? Oh, no, it's really bad! What was that? No, it? I don't. Hello. Harry. If I say Quincy, what is the first word that comes up in your mind? Chicken. Oh. Kijk eens wie ik hier gevonden heb. Ik was het alweer helemaal vergeten. Nou, we hebben net een repetitie gehad en ik ben nu even aan het winkelen. Poffertjes. Raoul heeft net mijn ogen gedaan. Raoul, hoe voel jij je vandaag? Ja, dankjewel. Maar je kent dus al de harmonies in Mamma Mia. Yes, but what? It's super duper. So, do it for me. No. No. Moest ik binnen op pad. Ik moest namelijk echt Quincy even niet teleurstellen. Want ik moet gewoon even een goed item hebben. Want anders dan denk ik van ja, Sven kan niet vloggen. Snap je? Omar. En dat wordt natuurlijk gespeeld door Robin. En hij is Frans, dus... Robin! Hi! How are you, Robin? I'm good. And are you okay? Yeah, I'm good. Yeah? This is the Omar hat. I need to go to makeup to do it because they're gonna put stuff in my hair so that it holds to my hair. Well, here between these things, a needle. Is that not painful? It sometimes is painful. Do you see something from Omar? Knip again. Again, knip it. He's gonna cut all of this and put it in the vlog, you know it already. Do you see something from yourself in Omar? Yes, I do. I know. Yeah, I do, actually. I think every Omar is very different because I saw Pedro that did as well on the dernier of the others. And it's so different from everything that I do. So it was a bit weird to see him, but I think Omar is a character that you have to like bring something of yourself and then put it in Omar, otherwise it doesn't work. Good answer. Yay. Very good answer. Well, thank you for your little interview. Yeah, of course. Yeah. Anytime. Come back anytime. You might just... I will. It's a mess though. No. Stinking about that clear. Stop it! Bye, Omar! Je gaat heel trots op me zijn. Ik heb net een heel diep interview gehouden met Omar. Ah, ik wilde dat doen. Ja, te laat.
That's what a vlog takeover means. De show is nu net begonnen. Nou ja, wel 4 is begonnen, maar ja, we gaan lekker een showtje doen. Ja. En ja, het ging eigenlijk best wel goed. Ja, de zaal was oké. Okay. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Vandaag hebben we een double show day. En nu even een broodje dat maken in de oven. En ja. Hoi! Alles goed? Doei! Just did the first number and the second number and I did a really sad moment where I went to reach for Aladdin and then Sven's went to pull me back and he was looking the wrong way. So I looked at him like, oh, it's not shit. Even there. Quincy was excellent at his Prince Abdullah. Yeah, maybe I can record him now. Oh, hier is Quincy. Wat een reis bij mij. Dat was een reis, nee. Filmt u nog wel? Ja. Hey, we zijn nu bezig met de tweede acte en ik dacht, ik moet het echt even zeggen. We hadden dus net Friend Like Me. En mijn broek was gescheurd. En niet van de achterkant, maar van de voorkant. Ja, dan ga je gewoon door. Oh, waarom blijf ik in mijn ogen? Vandaag hebben we een dubbel showtje gehad en morgen weer een dubbel show, Sirin. Ik dacht, oh, dat vloggen, weet je wel, dat kan iedereen. Ten eerste, je moet de hele tijd in de camera kijken, in de lens. Want ik kijk de hele tijd op dat schermpje hierboven en dat zie je volgens mij ook het hele filmpje door. Dat moet je knippen trouwens. Ik ga zo lekker slapen. Morgen weer een drukke dag. Oh. Het is nu maandag. Avond. Ik heb eigenlijk helemaal niet gevlogd. Vandaag heb ik geluncht met Paula. Ik heb mijn haar eventjes laten knippen, even laten bijknippen. En zometeen ga ik even met Quincy uit eten. Dus we gaan lekker sushi eten en dan is het tijd om de vlogcamera weer terug te geven. Ik vond het wel leuk om te vloggen, maar ja, ik kan dat niet. Dus, hè, daar hebben we Quincy voor. Lekker vloggen, meid. Jee, doei. Ja. Yeah.